welkom bij Topneem, zoals iedere dinsdagavond om 9 uur live, maar niet zoals iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vorige week zaten we nog in Durgedam bij Stekel. Dit is mijn huiskamer, Huizen Blom in de Watergraafsmeer. Maar ik ben natuurlijk niet alleen, ik trek eventjes de rest van het gezelschap erbij. Stekel en Dirk Jonker. Stekel, eventjes, waar zit jij? Ik zit op dit moment op mijn kantoor in de loods, omdat ik had ook gepland het thuis in mijn werkkamer te doen, maar ik heb twee huisgenoten, een vrouw en een dochter, en die bleken allebei om 9 uur vanavond ook een telefonische conferentie te hebben. De een met haar roeiteam en de ander met haar medisch team. Dus ik denk, ik vlucht snel naar kantoor, want ik ben net op tijd aangekomen en daar zit ik dus. Ja. Oké, okay, jij Dirk Jonker van Crunch? Ja, ik zit in mijn slaapkamer, daar ben ik naartoe verbannen. Want de kinderen en vrouw die kijken Netflix beneden. Ik heb daar niet okay. Ja, ik vermoed toch dat we... Kijk, het is nu de hele dag druk op internet, hè, maar ik vermoed toch dat dit ook wel een piekmomentje is deze dagen. Hey Dirk, jij bent eerder bij ons te gast geweest. Ik zei Dirk Jonker van Cruncher. Nog eventjes voor wie toen niet gekeken heeft. Wie ben je en wat doen jullie? Ja, ik ben Dirk, oprichter van Cruncher. En bedrijven gebruiken onze technologie om belangrijke vraagstukken rondom personeel eigenlijk rationeel te beantwoorden. Dus veel van deze vraagstukken die gaan of over de mens of over de organisatie. Bijvoorbeeld, we willen zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor talent. Of we willen zeker weten dat iedereen gelijke kansen krijgt. Maar ook actuele natuurlijk, bedrijven die stevig aan het veranderen zijn of soms een zwaar weer. Die moeten beslissingen maken rondom personeel en dat willen ze zo goed mogelijk doen. En daar helpt onze technologie mee. Daar gaan we zo verder, dieper op in. Eventjes voor wie nu kijkt. We zijn dit keer uit via zowel Facebook als via Periscope. Periscope is van Twitter. Kijk je daar, heb je een vraag, stel hem of een opmerking in de comments, in de commentaarvak. Want wij krijgen hier die opmerkingen binnen en kunnen beslissen of we die wel of niet in de uitzending meenemen. Vinden we leuk, dus heb je vragen, heb je opmerkingen, laat het ons weten. We gaan zo direct dieper in op wat jullie doen. Maar eventjes, hoe is bij jullie die afgelopen week, afgelopen 2 weken, hoe zijn die vergaan? Ja, natuurlijk best intensief. We hebben een kantoor in Amsterdam met 60 mensen. En de hele tijd kwamen natuurlijk allemaal nieuwsberichten binnen. En het was volgens mij vorige week donderdag dat Rutte sprak. En eigenlijk iedereen adviseerde om vanuit thuis te gaan werken. We waren op dat moment bezig met een hackathon. Dus dat was even schakelen. Maar we hebben eigenlijk iedereen een scherm meegegeven. En eigenlijk naar huis gestuurd. Om dat zo goed mogelijk te volgen. En ik moet zeggen, de eerste week was een beetje wennen. Niet alleen voor mezelf, maar ik denk voor iedereen. Een beetje ritme krijgen. Hoe organiseer ik het thuis met huisgenoten of met vrouw, kinderen. Maar ik moet zeggen, afgelopen weekend de mentale switch omgezet. Dit is gewoon eventjes wat het is. In ieder geval tot en met begin juni. En misschien nog wel langer. Dus deal with it. Dus ik heb het nieuws een keer lekker uitgezet. Afgelopen weekend. En nou, we thuis geklust. En maandag lekker fris begonnen. En allemaal virtueel natuurlijk. En dat gaat best goed. Ja, er zit helemaal niemand bij jullie op kantoor meer? Niemand, nee. Dus het kantoor is... geen verboden terrein, dus als je nog een keer wat nodig hebt, een verlengsnoer of een goede bureaustoel, dan kan je die meenemen, maar het is absoluut niet de bedoeling om op kantoor te gaan werken. Hey, en je kan wel zeggen, we werken allemaal gewoon door, maar eigenlijk de hele wereld ligt een beetje stil, hè? Valt er wel door te werken? Nou, het is wel anders natuurlijk. Wat je merkt is dat onze klanten, dus personeelsafdelingen, het ontzettend druk hadden met het helpen eigenlijk om alle medewerkers thuis te gaan laten werken. Goede communicatie, het faciliteren van het thuiswerken, de nieuwe procedures in kaart brengen. Dus het was eerst even een beetje een soort stroomversnelling van wat gebeurt er eigenlijk. Maar nogmaals, dat is redelijk neergedaald. En we zijn nu weer redelijk over tot de orde van de dag, moet ik zeggen.
Hey Dirk, leg nog eens uit, want je had net een mooie korte pitch van wat jullie doen. Hè? Maar ik denk dat heel veel mensen nog echt werkelijk geen idee hebben. Het was wel kort en krachtig. Ja, het was kort en krachtig, maar toch voor de duidelijkheid. Jullie zitten natuurlijk in het, wat heet het, Human Resources onderdeel. Cool. Wat doen jullie voor bijzonders waar bedrijven blijkbaar heel veel baat bij hebben? Ja, nou bedrijven die des te groter bedrijven zijn, des te meer moeite ze hebben eigenlijk om de bedrijven te zijn die ze eigenlijk zouden willen zijn. Dus bijvoorbeeld... er zijn een paar hele grote organisaties die het heel belangrijk vinden ook naar buiten te dragen dat ze eerlijk belonen bijvoorbeeld. Of eerlijke kansen, gelijke kansen die iedereen bieden. Maar als jij 10.000 of 20.000 managers hebt in je hele organisatie, die allemaal zelfstandig beslissingen mogen maken, dan is het heel moeilijk om eigenlijk te meten, geven we iedereen wel gelijke kansen? Dus dat soort vraagstukken vertaalt onze technologie door naar elegante wiskunde en met de data die beschikbaar is in bedrijfssystemen, proberen wij die vragen zo makkelijk mogelijk te beantwoorden. Dus bijvoorbeeld, zijn wij een leuke werkplaats? Gaat hartstikke goed, maar hier begint het te branden. Hier begin je te zien dat het de beleving wat naar beneden gaat. Of hier moet je even oppassen, want hier begint het verloop toe te nemen en dat gaat je raken, omdat je hier een ontzettende workload hebt. Oké, okay, dus, hoe zien jullie dat? Ik neem aan dat dat op basis van real-time data is, maar hoe werkt dat? Nou, eigenlijk hebben bedrijven ontzettend veel data rondom personeel. Iedereen die werkt, die krijgt een loonstrook iedere maand en er staat heel veel op. Wat staat erop? Er staat beste heer Jonker. Hey, dat is het geslacht. Er staat ook op waar ik werk. Er staat ook op het salaris. En ook dat salarissysteem weet bijvoorbeeld hoe lang ik al in dienst ben en wat voor type werk ik doe. Met die 5 ingrediënten kan je eigenlijk al op een hele mooie manier kijken of wij bijvoorbeeld mannen en vrouwen gelijkwaardig belonen voor hetzelfde type werk. Daar is soms hele basale wiskunde, soms wat geavanceerdere wiskunde voor, die eigenlijk in de wereld om ons heen al heel lang gebruikt wordt. En wij vinden het gewoon gaaf om die wiskunde toe te passen op personeelsdata wat er al is. Dus dat is eigenlijk de eerste fase. En wat we ook vaak steeds vaker zien, is dat er steeds meer systemen komen binnen organisaties om processen te structureren. Dus bijvoorbeeld, organisaties hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Dat doen ze dan bij die provider. En hier hebben ze alweer een systeem waar salaris wordt vastgelegd. Maar als je nou die twee bronnen bij elkaar brengt op een goede manier, dan kan je dus eigenlijk weten, wat voor invloed heeft beloning nou op de tevredenheid van medewerkers? Dus door het combineren van die data, krijg je ontzettend interessante inzichten die nogmaals het bedrijf helpen om het bedrijf te zijn die ze eigenlijk zouden willen zijn. Hey, Bert de Boer kijkt mee en die vraagt elegante wiskunde zonder bias. Is een belangrijk thema de laatste de tijd. Van, ja. Technologie lijkt objectief, maar technologie wordt gemaakt door mensen. Dus hoe zit het met de vooroordelen in de technologie? Kun je daar iets over zeggen? Tuurlijk. Eigenlijk zijn er twee type vragen. De eerste type vraag is heel erg goed te beantwoorden met een ja of nee antwoord. Bijvoorbeeld, belonen we mannen, vrouwen voor hetzelfde type werk evenveel? Nou, dan kan je gewoon de statistiek op loslaten. Je hebt andere type vragen en die zijn wat diepgaander. Wat zijn de beste mensen? Of welke mensen uit onze hele sollicitatiepool zouden we nou moeten selecteren omdat die het wel eens hartstikke goed zou kunnen gaan doen? Daar zit een zekere vorm van subjectiviteit in. En die subjectiviteit, die wordt aangeleerd door mensen of door data die in zo'n systeem voorschotelt. En daar gaat de discussie de laatste tijd heel erg terecht over. Dus, want die tweede type systemen, zeg maar, die maken de subjectiviteit van enkele managers super schaalbaar. Waar wij ons voornamelijk op richten, is de hele zwart-wit vraagstukken. Bijvoorbeeld, hebben we vergrijzing of vergrijzingsproblematiek in de organisatie? Zo ja, waar zit dat? En wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we oudere mensen helpen om langzaam hun werk af te bouwen en langzaam met pensioen te gaan? Dus er zijn andere type vraagstukken. We kijken ook wel naar die andere vraagstukken. Van wat zijn nou de beste mensen of wat zijn nou de beste teamsamenstellingen? Maar daar heb je ongelooflijk veel meer data voor nodig en een goed begrip van wat nou eigenlijk goed is.
En daar gaan we vaak heel snel aan voorbij. En dat is slecht. Ja, en jullie hebben, je doet dit al een lange tijd. Je bent een aantal jaren geleden bij ons geweest. Wat is er in jullie werk of in jullie inzichten die afgelopen paar jaar veranderd? Nou, het is een beetje wat Gartner noemt de hype curve. Die zijn we doorheen aan het gaan. 4, 5 jaar geleden, dat was een jaar ongeveer voordat ik bij jullie kwam voor het eerst, was het de tijd van artificial intelligence. Je maakte een start-up, je deed er iets met AI, je kreeg keer 10 waardering en alles was cool en vet wat je deed. We zijn nu een beetje meer realistisch geworden, wat heel goed is. Dus de vragen zijn veel meer gegaan over het hier en nu. Ik zie ook een focusverschuiving van waar vroeger heel veel vraagstukken waren van wat is goed voor het bedrijf. Gaat nu steeds meer naar, ja maar de medewerker is er ook. Dus hoe kunnen we ook goed zijn voor personeel? En die balans is een beetje teruggekomen. Dat is heel goed. Dus de hype is er een beetje uit. En de vraagstukken zijn veel concreter geworden. En de focus is verschoven van puur wat is goed voor het bedrijf naar wat is goed voor het bedrijf en de mens. Ja, wat is de oorzaak daarvan? Want ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft gehad met de schaarste op de arbeidsmarkt de afgelopen periode. Dat bedrijven meer open zijn gaan staan voor het, laat ik zeggen, het welzijn van hun personeel. Misschien ook overgewaaid uit Silicon Valley, waar het nog veel ingewikkelder is om personeel te krijgen. En ze extreem zijn gaan kijken naar wat personeel wil. We staan nu waarschijnlijk weer aan de vooravond van een periode dat het economisch wat naar beneden zal gaan. Hoe belangrijk is die economische invloed? Ja, heel erg belangrijk. Wij doen al 5 jaar lang onderzoek in Nederland naar wat wil de millennial. Dat is een keer zo ontstaan en dat is verder doorgegroeid. Hoe doe je dat onderzoek? Nou, we hebben een spel gemaakt. We 1 keer per jaar belasten eigenlijk over social media. Wat duizenden millennials spelen. En waaraan we af kunnen leiden wat zij belangrijk vinden. Dus heel kort, het is een diamantje. Met 16 bollen en die moet je slepen in die diamant. En dat is het spel waaruit wij eigenlijk goed kunnen afleiden wat mensen echt belangrijk vinden en wat ze minder belangrijk vinden. En dat spel maken we altijd in een soort balans. Dus er staan bollen in van salaris, carrièreontwikkelingen, baanzekerheid, een goede manager, een goede technologie. En die moet je dan slepen in een diamant. En daardoor word je gedwongen eigenlijk, door de vorm van de diamant, om echt keuzes te maken. Want er is maar 1 plekje voor het meest belangrijk. Eentje voor het minst belangrijk. En in het midden heb je een paar dingen die je ongeveer gelijk kan wegen. Oké, mooi. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die je daar de afgelopen periode in hebt gezien? Nou, wat we hebben gezien is dat 5, 6 jaar geleden kwamen we net uit de vorige crisis eigenlijk. En toen zag je dat baanzekerheid steeds minder belangrijk werd. En dat er verschillende groepen ontstaan. We dachten vroeger altijd, goh, we hebben het toch over de millennial in Nederland. Iedereen had er wel een mening over. Ze willen zelf bepalen waar ze werken, hoe ze werken, met wie ze werken, wanneer ze werken. Maar als je echt gaat luisteren naar wat mensen belangrijk vinden. En daar diezelfde elegante wiskunde op toepast. Dan zie je dat er toch clusters ontstaan. Dat er mensen zijn die inderdaad flexibiliteit ontzettend belangrijk vinden. Maar altijd in combinatie met baanzekerheid en salaris. En er zijn ook andere profielen. Waarbij ze zeggen van, nou weet je, dat salaris, dat komt later wel. Geef mij vooral een goede manager die mij coacht. Ik wil frequente, korte stapjes maken in mijn carrière. En ik wil gewoon uitdagend werk. En wat we hebben gezien is met de toepassing eigenlijk van deze wiskunde. Is dat je nu kan luisteren en differentiëren. En dat je daardoor veel meer rendement haalt uit eigenlijk alle energie en geld wat je in de arbeidsvoorwaarden stopt. En als je dan kijkt, wat is over tijd, wat wordt belangrijk en wat minder belangrijk, dan zie je dat baanzekerheid naar beneden gaat, maar lang niet voor iedereen. En dat combinaties opkomen. Het is ongeveer 25% meer rendement wat je uit je waarde kan halen. Dus 25% beter aantrekken, beter behoud, beter investeren van je geld. Op het moment dat je personaliseert en luistert. En dat is een van de grotere inzichten die we hebben ontwikkeld. Nou, dat zijn behoorlijk schokkende percentages. Ik denk dat heel veel bedrijven daar heel erg veel uit kunnen halen. Ja, het is een beetje met... ik weet nog dat ik mijn eerste telefoon kreeg.
En toen moest ik naar de belwinkel toe. En toen dacht die provider waar ik toen aan het kiezen was, heel slim te zijn. Die gaf mij een hele grote lijst met hoeveel minuten wil je, Dirk? Wil je 20 minuten per maand, 50 minuten, 75, 100, 125, 150? Jezus Christus, wat is dit? Doe maar 100. En dan dacht je dat je klaar was. En dan moest je het aantal sms'jes kiezen en het aantal megabytes toen nog. En volgens mij was het toen Ben, die zei van, weet je, weg hiermee. We gaan ook weer diezelfde clusteringanalyse gebruiken. We gaan er pull-up van maken. Ik bel soms, of ik bel vaak, of ik bel echt super vaak. En daarmee kan je beter verenigen. En daarmee, door te luisteren, marktonderzoek te doen en te personaliseren, maak je het simpeler en veel meer rendement. En dat is eigenlijk precies wat het is. Ik heb nog even twee vragen van Bert de Boer. Hij zegt, het is aansluitend op wat je een paar minuten geleden zei, over de manier waarop jullie je werk doen, onderzoeken en zo'n bedrijf. Wat is de rol van een teamsamenstelling? Cruijff was volgens hem ook minder zonder Neeskens. En is zoiets te meten in de tijd en de kwaliteit van een team in een snel veranderende omgeving? De rol van het team? Ja. Dat is een ontzettend interessante vraag, die we ook weer kunnen splitsen in die splitsing waar ik het eerder over had. Je kan kijken, we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan met de TU Delft, om te kijken, kunnen wij nou voorspellen of talent misschien wel eens het bedrijf zou kunnen verlaten. Dit is precies wat het Wereld Natuur Fonds doet, ook om te voorspellen of donateurs misschien weggaan. Of wat American Express gebruikt om fraudedetectie te doen op transacties. Exact dezelfde techniek. En wat we daar hebben gemerkt is dat teamsamenstellingen best belangrijk zijn. En met name ook de afstand tussen jouzelf en je manager en jezelf en het team. Bijvoorbeeld, ik ben de enige, ik noem maar wat, millennial in een team van allemaal oude wijze mannen. Of ik ben de enige in Amsterdam, terwijl de rest van het team allemaal in de VS zit. Als je kijkt naar voorspelbaarheid van verloop en de eerlijkheid van beloning, dan is teamsamenstelling vaak belangrijk. Je moet echter niet proberen die stap te maken naar die tweede type vraagstelling van wat is nou het beste team? Want dan kom je weer op een heel subjectief iets terecht. En dat is, ja, hoe meet je eigenlijk de goedheid of de performance van een team? Dus daar zou ik voorlopig bij wegblijven totdat je een hele goede definitie hebt van wat vind ik eigenlijk goed. Is dat hoge performance, hoge sales of weet ik wat. Dan heb je een goed target naar waar je kan optimaliseren. Maar bij die eerste type vraag stellen, gaan mensen weg ja of nee? Dus waar het antwoord heel erg binair is. Daar is teamsamenstelling ontzettend belangrijk. Gebruiken jullie zelf je eigen techniek? Ja. Wij hebben natuurlijk als tech startup nemen wij heel veel technisch hoogwaardig technisch personeel aan. En die mensen zijn hartstikke lastig te krijgen. In Amsterdam hebben we echt prachtige bedrijven als Adyen, als Booking, als Naspers, wat nu Proza heet. Die mensen kunnen overal terecht. En die bedrijven hebben veel diepere zakken dan wat wij hebben. Dus wij hebben eigenlijk de resultaten uit ons millennial onderzoek gebruikt om nou goed te snappen waar gaan mensen voor. En echt goed, goed personeel, dat gaat voor salaris, maar echt goed personeel, dat gaat voor ontwikkeling. En die ontwikkeling kunnen we absoluut bieden. Leuk voorbeeld, misschien eind september, toen kwam er een RFP binnen, zoals we dat noemen, een Request for Proposal. Dat is een hele grote Amerikaanse partij, meer dan 100.000 medewerkers, en die zei van, Cruncher, we hebben jullie gezien in The Economist. Wij zoeken naar een systeem zoals jullie hebben gemaakt. Dit zou best wel kunnen werken. Wil je pitchen? Ja, dat is goed. We gaan pitchen. We wonnen de eerste ronde. Mochten door naar de tweede ronde. Die wonnen we ook. En opeens in de finale. Er waren drie bedrijven wereldwijd over. Waaronder wij. En toen kwam de mail. Op donderdagmiddag. Als je echt wil pitchen. Je bent bij de laatste ronde. Volgende week vrijdag met je team. In Amerika aan de Oostkust zijn. Nou, ik bedoel, hoe cool is dat? Dat is een ander bedrijf. En dan is het gewoon ondernemen, snoeihard doorwerken om alles wat je beloofd hebt goed waar te kunnen maken. Dit ondernemen in combinatie met het leren hoe je een team bouwt, want veel van deze mensen die willen misschien later zelf een bedrijf bouwen, die krijg je nergens anders. En dat kost geen geld. Dus je moet slimmer zijn met het geld dat je uitgeeft.
En 2 jaar geleden toen wilden we het team belonen voor de extreme groei die we hadden doorgemaakt en alle harde energie erin was gestopt. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan ze of een geldbedrag geven. We hadden een budget van €500. Maar goed, weet je, dat zie je nauwelijks terug op je loonstrook. Of je zegt tegen een groepje mensen, jij gaat voor €500 de meest waanzinnige vakantie in een weekend organiseren. Dus we zijn met z'n allen naar Thessaloniki gegaan. Hadden barbecues op aangewitte stranden. Hadden een zeilboot gehuurd. En allemaal voor €500. Daar praten mensen nu nog over. Dus het snappen wat mensen willen en het personaliseren en daar slimmer mee omgaan, ja, zo trek je personeel aan. Ja, jij zat volgens mij in 2017 of zo bij ons in de uitzending, hè? Een jaar of 3 geleden, denk ik. Ja. Sindsdien valt mij op, want heb ik een beetje research gedaan vanmiddag, zoals altijd, gewoon googlen hoor, maar daar zei je niet te veel van voor. Hebben jullie behoorlijk onder de radar gewerkt, weinig nieuws vanuit Cruncher. En het laatste wat ik eigenlijk gezien heb is ongeveer een jaar geleden dat jullie eigenlijk de kracht hebben gebundeld met een adviesbureau op het gebied van HR, zoals dat tegenwoordig in goed Nederlands heet, namelijk Mercer. En is het een samenwerking, een fusie? En wat is dat voor bedrijf en wat heeft dat voor jullie veranderd? Ja, er zijn in de afgelopen 3 jaar een paar goede dingen gebeurd. We hebben een hele mooie fundingronde opgehaald. We zijn breed uitgemeten in Economist. En we zijn inderdaad twee jaar... Funding waar Randstad, Nationale Nederlanden hebben daarmee gedaan. Focus Orange. Dat was een serie A, hè? Dat klopt toch? Of niet? Exact. Wat ik zelf ontzettend belangrijk vind, is dat we geen bullshit verkopen aan onze klanten. Dus ik heb tegen Randstad, wat onze allereerste investeerder samen met Focus Orange was, gezegd, 5 jaar geleden, de komende 4 jaar gaan we de beste technologie ooit ontwikkelen. Verwacht geen omzet, want de focus is puur op technologie. Nou, ik heb die vrijheid gekregen, waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben. En ongeveer was 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden begon de technologie klaar te zijn om echt hele grote organisaties wereldwijd te kunnen bedienen. En toen veranderde de focus, want toen was het van, nou oké, laat dan maar zien dat je een aantal grote bedrijven kan bedienen. Dus die gingen we bedienen, weer stabiliseren en weer klaar voor het volgende stapje. Ik wil geen technologiebedrijf bouwen wat een soort Silicon Valley all or nothing stijl bouwt. Het moet duurzaam zijn en het moet goed zijn. Dus het afgelopen jaar hebben we inderdaad gekeken van oké, de organisatie staat nu, het product, zijn in de top 3 gekomen vorige maand in de wereldwijde benchmark. Dat ik echt super trots op ben met het team. En nu is het showtime. En voor showtime betekent dat wij brand awareness moeten creëren. Dus alle grote organisaties ter wereld, die moeten weten wat Cruncher is en die moeten weten wat we doen. Dus daarvoor hebben we eigenlijk een strategische alliantie gemaakt met een aantal partijen. PwC in Noord-Amerika, die Cruncher nu gebruikt voor Global Mergers and Acquisitions. Mercer, wat een wereldwijd toonaangevend adviesbureau is op het gebied van personeel. 35.000 mensen wereldwijd. Dus heel goed in advies. En die gebruikt onze technologie om super schaalbaar te worden. En met Nationale Nederlanden zijn we ook een partnership aangegaan. Naast het feit dat ze ook investeerder zijn geworden in Cruncher. En we volgende week een onderzoek gaan lanceren. Hey, en je zegt toonaangevende klanten. Ik zag AkzoNobel, Nespers, Rabobank, Randstad, Volvo, dat soort partijen. Wat is jullie marktaandeel op dit moment in zeg maar data-gedreven personeelsbeleid? Mag ik het zo samenvatten? Wie zijn jullie concurrenten? Nou, we hebben eigenlijk een paar soorten concurrenten. Eén is eigenlijk een concurrent van het bedrijf zelf. Dus stel je voor, je werkt bij een grote organisatie. Dan hebben managers en HR-medewerkers, die hebben continu vragen. Wat is het verloop hier? Loopt het op? Kunnen we het verloop verklaren? Kunnen we het verloop misschien voorkomen? En een natuurlijke reflex is eigenlijk dat organisaties zelf een systeemje gaan bouwen. Want Power BI is tegenwoordig bijna gratis beschikbaar of je neemt een Tableau. En daar kom je in het begin hartstikke mooi mee weg. Maar er komt een moment dat je eigenlijk een soort wankelsysteem hebt gemaakt. Dus ik weet niet of je die stenen kent die kinderen op een strand willen stapelen zo.
En ze hebben een HR-systeem en nog een HR-systeem. En daarbovenop zetten ze een database en daarbovenop zetten ze Tableau en dan Excel nog een beetje zo. En dat wordt een heel wankel evenwicht. En op een gegeven moment dondert dat in elkaar naarmate hier er steeds meer gebruikers op uitzitten. Dus dat zijn in het begin onze concurrenten, dus de eigen analytics afdeling van organisaties. Maar op een gegeven moment komt het inzicht dat ze denken van, oké, we hebben iets te pakken, dit moet nu professioneel, we gaan met crunchen. Er zijn ook andere partijen. En er is één partij in Amerika die al iets eerder dan wij begonnen zijn, 3 jaar daarvoor. Maar die heel erg zich richten op, wat kunnen we doen met AI? Dus zeg maar echt Silicon Valley style. En wat je daar merkt is dat bedrijven die kopen die extreem dure software en eigenlijk op een hype en wordt het niet echt gebruikt. Dus er ontstaan wel een paar concurrenten zo, maar er is niemand die die data bij elkaar brengt, organiseert, de dots connect en die data eigenlijk democratiseert. En er komt ook bijvoorbeeld een grote concurrent om de hoek straks. Dus lokaal heb je wel een paar partijtjes, maar die, dat zijn geen cloudpartijen, die zijn niet gebouwd voor de toekomst. Voorlopig staan we nog redelijk aan de top, maar goed, dat kan wel veranderen natuurlijk. Ja, hey Dirk, een half uur gaat heel snel, een half uurtje zit er alweer bijna op. Heel erg bedankt dat je even wilde bijpraten, veel succes en sterkte, ook jij de komende tijd, maar we zitten... Nou, niet gelukkig, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus we moeten er allemaal wat zien te maken. Heel veel succes. Het klinkt alsof je een mooi bedrijf hebt. En je zet het ook heel erg goed neer. Dat laat ik nog eventjes vertellen. Want het is best taaie kost anders. Hè? Dat heb je hebt wel eens vaker van die no-no's als ons moeten uitleggen kennelijk. Nou, wat heb je daar aan de muur hangen op je slaapkamer trouwens? Dat vind ik een soort... Oh ja, dat kan ik wel even laten zien. Dat is, ik ben gek van dit soort schilderijen. Dus deze heb ik gehad op mijn eindexamen. Van mijn ouders. Dat vind ik mooi. Kleurrijk. Ja. Ja, of een kleur. Ja. Ja, dat is wel leuk. Dus dat is... Normaal gesproken hebben we altijd Guido van Nispen die foto's maakt en dan moeten mensen een voorwerp meenemen. Maar in de komende tijd zullen we het bij dit soort voorwerpen, het verhaal achter het voorwerp, achter de gast houden. Hey, ontzettend bedankt. Ik heb nog één vraag bij van jullie, want ja? wat ik leuk vond is dat iedereen altijd een biertje neemt. Ja. Dat je me vertelt wat voor bier je aan het drinken bent, ook mag dat niet. Ja, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Ja, ik zit steeds met diezelfde palmpjes, maar vertel het, wat heb je? Heb je een palm? Ik heb een palm, ja. Ja, ik ben vanavond aan de rode wijn. Het spijt me. Oh, maar ja, dat mag ook. Nou, als het maar goed is. Een lekkere groene. Ja. Hey, ontzettend bedankt. En jullie, voor wie nu live kijkt, bedankt voor het kijken. En als je onder iemand kijkt, dan weet je dat je nog veel meer uitzendingen kunt kijken. Voor nu, degene die nu live kijken, we sluiten dit nu eventjes af en starten zo direct via Facebook en Twitter, oftewel Periscope, weer een nieuwe uitzending. Want we doen natuurlijk, zoals altijd, 2 interviews op iedere dinsdagavond. En we bedanken, zoals altijd, Jetstream voor de livestream. We gaan volgende week proberen of we dat ook gewoon weer via onze eigen site kunnen doen, want dat moet ook kunnen met de techniek die we nu gebruiken. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. In ieder geval voor het idee van de biertjes. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Zoals altijd. Dirk bedankt. En iedereen bedankt voor het kijken.